Wij besluiten het Binnenlands Nieuws met de weersverwachting van de Meteorologische Dienst Suriname. Die geldt tot morgen 28 november. Gedurende de avond, overwegend in het binnenland, kunnen nog perioden met buien, mogelijk een onweersbui, verwacht worden. In de nacht is er een enkele regenbui mogelijk. Aan het eind van de nacht ontwikkelt nevel of mist in enkele gebieden. Morgenochtend wordt het lokaal bewolkt. Mogelijk wordt een regenbui verwacht. Gedurende de middag en begin van de avond kunnen lokaal perioden met buien in het binnenland soms met onweer plaatsvinden. De Meteorologische Dienst waarschuwt dat het morgen 28 november lokaal winderig wordt, mogelijk met een windstoot. Een matige onweersbui is mogelijk in het binnenland.